Ik AI, het kleinste versus grootste dier. In totaal krijg ik 24 uur de tijd om 24 dieren te AI'en. Ik moet bij de allerkleinste beginnen en zo steeds een stukje groter. Maar gaat dit lukken en wat is het grootste dier in Nederland? Hallo, het is 8 uur in de ochtend en ik ga met dit meetlint op zoek naar het allereerste dier wat ik moet gaan aaien. En ik ga jullie vragen om een duimpje omhoog te geven voor deze video, want bij de 14.000 likes ga ik weer een YouTuber 24 uur verkering vragen. Laat even in de reacties weten welke YouTuber dat moet zijn. Nou moeten we natuurlijk beginnen bij het allerkleinste dier en het lijkt me natuurlijk heel leuk om onze grote vriendin Paco te aaien. Maar ja, Paco is eigenlijk veel te groot, dan moeten we ook nog steeds groter. Laten we gewoon naar buiten gaan en we gaan gewoon een heel klein insect zoeken. Ik heb iets gevonden hier in deze lege pot met heel vies regenwater erin. Er zitten allemaal van die kleine beestjes aan het springen zijn en ik weet niet wat het is. Als jij weet wat het is, laat het vooral even weten. Het lijkt een soort luis, ten grootte van een luis. Dat wordt het allereerste dier wat ik ga aanraken. Daar gaan we. Zo. Oké. Ja, dit kan je natuurlijk niet aaien, maar ik heb hem aangeraakt. Dat is nummer 1 en we gaan nu door naar nummer 2 en dan ga ik denk ik voor de pissebed. Die zit onder de bak. Oh ja, kom. Jongens, een baby pissebed. Nou, deze lijkt ongeveer, 1 centimeter. Nee, kleiner zelfs. Ik denk 8 millimeter. Nooit verwacht dat ik dit ooit zou doen. Nummer 2 is een pissebed. Daar gaan we. Oeh, ja, ik heb hem geaaid. Hier is mijn grootste angst, namelijk een spin. Laten we even kijken hoe groot die is. Deze zit wel echt op een centimeter hoor, jongens. Oeh, ik moet echt even over mijn angst heen. Ik ga hem aanraken. Oh, ik heb hem aangeraakt, nummer 3. Check, door naar nummer 4. En ik heb al een idee, we gaan gewoon naar de dierenwinkel. Daar hebben ze zat dieren, kom mee. Ik sta hier ondertussen voor de dierenwinkel. En ik ben dus op zoek naar een dier wat iets groter is dan 1 centimeter. Nou, ik hoop dat ze dat hier hebben. Laten we gaan kijken. Ik ga het gewoon eventjes vragen. Ik ben op zoek naar een dier wat ik kan aanraken wat groter is dan 1 centimeter. Ik heb net een spin gehad. Heb je iets wat iets groter is, wat ik even kan... Ja, als ik alleen maar aanraak, telt het als aaien. Dat zou een spinkaan kunnen zijn. Dat is echt een van mijn grootste nachtmerries. Maar goed, laten we het doen. Snel. Ja? Nou, we hadden net 1 centimeter. Dan ga ik eventjes deze bij de springhaan houden. Ik denk dat hij op 2... Oeh, hij springt! Natuurlijk, hij springt. Dat ben ik helemaal vergeten. En deze lijkt iets groter dan 2 centimeter. Ik ga hem aanraken, jongens. Ik durf niet. Ja, daar gaan we. Ja, oké. Dat was nummer 4. Zag je mijn hand trillen? Nou ja, nu ik hier toch ben, heb je ook iets wat iets groter is dan een springhaan weer? Ja, dan hebben we een regenboog-miljoenpoot. Nou, regenboog klonk leuk, maar een miljoenpoot wat minder. Daar is die, jongens. De miljoenpoot. Ik ga het gewoon gelijk doen, want als ik er helemaal over nadenk, durf ik niet meer. Nummer 5. Ik heb een miljoenpoot aangeraakt. Zo, dit gaat heel erg goed. Ik blijf hier nog even hangen, want kijk eventjes hoeveel dieren ze hier eigenlijk hebben. We hebben er nu 5, dus het is tijd om naar nummer 6 te gaan zoeken. En die moet dus iets groter zijn dan de miljoenpoot. En dan komen we uit bij... Een Afrikaanse reuzenslak. Een Afrikaanse reuzenslak. Ja, waarom niet? Waar is hij? We gaan even de Afrikaanse reuzenslak... Oh, ik zie hem! Kijk dit dan, jongens. Nou, hier is hij dan, de Afrikaanse reuzenslak. En volgens mij... Oh, hij steekt wel een stukje uit hier, hè? Ja. Nou, ik ga hem even meten. Nou, dan kom ik ongeveer op 6,5 centimeter, denk ik. Ja, laten we deze gewoon doen. Dit wordt nummer 6. Nummer 6! Een slakkenaaien. Dit is een hele rare video. Dit is een flappentak. Mag ik het ook een wandelende tak noemen? Mij wel. Hij is 8 centimeter volgens mij. Nummer 7, een wandelende tak. Daar gaan we. Zo, ja, ik heb hem aangeraakt. Joh, ik overwin al mijn angsten vandaag. We gaan door naar nummer 8 en ik hoop er hier nog wel een stuk of 3 te doen voor te doorgaan naar de volgende locatie. En ik had gezien dat hier volgens mij... weer een angst die ik ga overwinnen. Ratten zitten. Dus we gaan nu een rat aanraken. Ja, nummer 8. Nou, kijk eens hoe lief. Daar gaan we, nummer 8. Hallo. Oh, je gaat er vandoor. Je gaat er bovenop zitten. Nummer 8 heb ik ook al geaaid. Een rat. Nu gaan we even helemaal naar de andere kant, richting de aquariums. Het lijkt net een Pokémon, jongens. En het blijkt zo te zijn dat deze niks doen. Dus die kan je gewoon een keer aanraken en die blijft gewoon vrolijk doorzwemmen. Dus daar gaan we, nummer 9. Oh, dat is heel glad. Dat was echt heel cool om een keer aan te raken. Ik ga nu voor nummer
10 hier op deze locatie. En dan wil ik natuurlijk wel iets bijzonders. En we gaan dus voor de westelijke haakneusslang. Maar je zal nu vast denken, die is heel groot. We kijken natuurlijk naar de oppervlakte en niet naar de lengte van de slang. Dus als je deze bijvoorbeeld helemaal gekruld zou zien, dan zou die misschien net iets groter zijn dan een axolot. Dus daar gaan we. Ik ga hem haaien. Zal ik hem hier doen? Ja. Oh ja, oh ja, oh ja, ik heb hem. Oké, jongens. Nummer 10, een slang. Nou, even aaien, zo. Ja, en ik geef hem weer terug. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Ik ga door naar de volgende locatie op zoek naar nummer 11. En ik zit weer in de auto. Tot nu toe zitten we op 10 dieren. En ik zit op een ongeveere oppervlakte van 17,5 centimeter. We gaan nu naar een andere locatie. En ik was net eventjes aan het zoeken op mijn maps. En ik zie dat hier in de buurt een kinderboerderij zit. Dus laten we gewoon naar de kinderboerderij gaan. En daar op zoek gaan naar iets wat groter is qua oppervlakte dan 17,5 centimeter. Let's go. Nou, ik heb het dus net even gevraagd. En het mag. We gaan nu naar volgens mij de konijnen toe. Ik weet eigenlijk niet waar ik heen ga, maar ik word helemaal mee naar achteren hier genomen. Ach, kijk, hier zitten allemaal konijnen. Wat gezellig dit. Maar ik hoor dus net dat ze hier ook cavia's hebben. En volgens mij is een cavia net iets kleiner dan een konijn. Dus we gaan eerst naar de cavia's en dan komen we gewoon weer even terug bij de konijnen. Even het hek goed dicht. Jongens, we gaan de cavia aaien. Ik denk dat de cavia ongeveer, wat zal het zijn? 20 centimeter? 20 centimeter is. Daar gaan we. Nummer 11. Hallo. Hij is beschrikken van elkaar. Nummer 11 heb ik aangeraakt. Een cavia. Dan gaan we nu door naar net iets groter. En dan komen we weer bij dat konijn terecht. Dus we gaan weer die kant op. Kijk hoe leuk. Ik heb zelf altijd een konijn gehad vroeger. Knabbel en Snuffy. Laat even weten of je ooit een konijn of cavia hebt gehad. Hallo. Hey. Hallo. Ja, ik heb hem geëit. Die was heel schattig. Ik wil er eentje. Nou jongens, nummer 12 was dit. Op naar nummer 13. Nummer 13 moet dus iets groter zijn dan een konijn. En ik dacht, wat is nou groter? Een kip. Kijk eens hier. Allemaal kippen, jongens. Ja, daar gaan we, jongens. Een kip. Hallo. Hallo. Oh, je bent heel zacht. Nummer 13. Nou, dit gaat helemaal goed. Op naar nummer 14. Ik ga ineens heel hard. Het is nu wel echt tijd om naar wat grotere dieren te gaan. De meeste kleine dieren heb ik nu volgens mij wel gehad. En om de grotere dieren te aaien, mag ik mee het weiland in. Dus ja, ik heb witte sneakers aan. Is misschien niet heel erg handig. Dus ik ga even laarzen aantrekken. Heel aardig dat het mag. Nou, ik sta hier met mijn laarzen in een weiland. Maar ik zit een beetje rond te kijken wat hier allemaal staat. Dit is allemaal veel groter dan een kip. Echt veel groter. Ik moet nog een tussenmaatje hebben. Dus er zit hier in de buurt volgens mij ook nog wel een asiel. We kunnen proberen om daar even heen te gaan. En dan hoop ik daar iets te kunnen aaien. Een hond of een kat. En dan misschien weer terug hier naartoe. Ik ben helemaal van slag. We gaan het gewoon doen. Ik kom hier zo weer terug. Oké, ik heb net eventjes gebeld. En hier in de buurt, zoals ik net zelf zei, is een dierenasiel. En ik mag dus komen. Dus ik heb heel erg veel geluk. En wat is nou net iets groter dan een kip? Ik denk dus aan een kat. En ze hebben waarschijnlijk wel katten in het dierenasiel, dus laten we tussendoor even een kat gaan aaien. Yes, we zijn er. Laten we dus op zoek gaan nu naar een kat. En moeten we even goed op de grootte van de kat letten dat hij niet te groot is, anders klopt het ook weer niet. Dus ik hoop dat ze verschillende soorten maten katten hebben. Nou, we gaan nu een deur door en hier zitten dus alle katten. Dan gaan we dus op zoek naar de juiste kat. Oh, ik zie er al heel veel. Nou, hallo jongens. Nou, ik zie hier meerdere katten, maar we moeten dus even naar het formaat kijken, want ik heb bijvoorbeeld het gevoel dat deze kat die hier ligt eigenlijk iets kleiner is dan de kip die ik net geëit heb. Ja, volgens mij wel. Zo raar om deze vergelijkingen te leggen. En ik hoor net dat er hier in de kast ook eentje ligt. Die heeft zichzelf hier verstopt. Kijk. Oh, twee. Oh, maar ik zie hier iemand liggen. En hoe heet deze kat? Joost. Joost. Ja, Joost lijkt wel echt een stuk groter dan de kip die ik net heb geëit. Ik denk dat ik voor Joost ga. Joost, jongens. Nummer 14. Zo, nou, heel lief. Maar goed, ik moet wel door. Ik hoor hier ook honden. Dus laten we op zoek gaan naar een hond die iets groter is dan Joost. Nou, ik sta hier ineens op het speelveld buiten. En hier staan twee honden. Kijk eens hoe schattig ze zijn. Hallo! Kijk, wat gezellig. Hey. Ja, jij bent perfect qua formaat. Gaan we jou aaien? Ja. Ach, zo lief. Jongens, nummer 15. Doerak. Ja. En Doerak zoekt nog een baasje. Dus denk je nou, hé, ik vind Doerak heel leuk. Zoek nog een baasje, hè. Samen met een grote zus. En ja, sorry, ik mag jou niet aaien, maar ik krijg het wel een snoepje. Kijk, doe maar zoeken. Zoek. Goed zo. Ze zijn zo schattig samen. Maar wij gaan door naar de volgende. We hebben haast. We hebben niet... ja, we hebben wel heel de dag de tijd. Maar ik weet niet of dat genoeg is. Nou, we zijn weer bij het... Ja, in het weiland. Kijk
heb mijn laarzen weer aan. Ik wil dus nu eigenlijk een varken gaan aaien, want die is volgens mij net weer iets groter. Dat wordt dan nummer 16. Nou, kijk eens wie hier aankomt lopen. Dames en heren, jongens en meisjes, dit is Coach het varken. En ik ga nu een varken aaien. En het varken kwispelt, dus ik denk dat ze me leuk vindt. Hallo. Hallo. Oh, toch een klein beetje bang. Nou ja, ik heb hem wel aangeraakt. We gaan gewoon gelijk door met nummer 17. En nummer 17 moet dus groter zijn dan Coachje het varken. Dus ik ga een schaap zoeken. Ach, alpaka's vind ik ook zo leuk. Die onthouden we even. Is dit een schaap? Volgens mij is dit een schaap, toch? Daar gaan we, nummer 17. Een schaap. Ach, kijk. Wij hebben een betere klik. Dat kan, hè? Sommige dieren kan je meer een klik mee hebben dan met andere dieren. Ja, varken en ik is dus niet helemaal net. Wel een schaap. En dat komt denk ik omdat dit schaap een beetje op Paco lijkt. Voor nummer 18 ga ik even helemaal naar de andere kant van deze kinderboerderij. Want ik dacht dus ergens geiten net te zien. En ja, en een geit is natuurlijk net weer iets groter. Zo, die laarzen lopen echt voor geen meter. Maar goed, we gaan een geit aaien. Bleh. Hallo. Kijk, je komt er gelijk hooi zeggen. We moeten natuurlijk wel de juiste geit aaien. En wat is een goed formaat? Ik denk dat deze een goed formaat is. Die is net iets groter. Dus hallo. Kijk eens. Zo. Nou, die hebben we ook weer gehad. Oh nee. Ik moet hier echt weg. Ik ben dus nu op zoek naar een dier wat groter is dan een geit. Nou, ik kom bij een van mijn favoriete dieren hier terecht, jongens. Alpaka's. Dit is toch geweldig. Ja, ik weet dus niet waarom. Misschien snappen jullie het wel. Maar het doet me dus echt aan Paco denken. Dit is toch echt een soort Paco-hoofd. Alpaco. Ja. Ach, zo lief. Hallo. Oh nee, ik laat ze schrikken. Sorry, wat dom. Dus voor mij vinden ze mij wat minder leuk. Kijk hoe romantisch, wat schattig. Nou, ik heb ze geaaid hoor. We willen gewoon lekker samen lopen. Maar ik heb me in ieder geval aangeraakt, jongens. Dit was nummer 19 alweer. We gaan weer door. Nou jongens, ik ben weer met mijn meetlint op pad gegaan. En ik ben hier bij een dierentuin. Ik heb onderweg eventjes gebeld naar de dierentuin. En ik mag hier dus wat dieren komen aaien. En ja, jongens, we hebben net natuurlijk een alpaca gehad. Het moet een dier zijn, nummer 20, die groter is dan een alpaca. Dus laten we snel naar binnen gaan en hopen dat we iets tegenkomen. Ik loop hier ondertussen in de dierentuin en ik word meegenomen door een verzorger naar de tapier. En de tapier schijnt iets groter te zijn dan de alpaca. Dus ik weet even niet meer hoe dat eruit ziet, een tapier. We gaan het nu zien. Hierachter staan dus de tapiers. Voor mij spreek ik het zo uit, tapiers. Ik weet het eigenlijk niet zeker. Ik heb al een tak meegekregen, die is om te eten zometeen. Niet voor mij, maar voor de tapier. Nou jongens, dit is dus een tapier. Ik vind ze eigenlijk gewoon heel schattig eruit zien. Ze vinden het natuurlijk een beetje spannend, want ze kennen mij niet. Dus ik praat even wat zachter. En ik probeer langzaamaan dichterbij te komen. Eet smakelijk, kan ik het zo... Gewoon voorzichtig, ja hoor. Ja? Nou jongens, nummer 20. Een tapier. Maar goed, ik zou hier natuurlijk heel lang willen blijven. Maar we moeten nog best wel wat dieren. Dus we gaan even verder zoeken. Ik ben nu in een gebied beland en ik twijfel een beetje of ik dit moet doen. Misschien als jullie al deze hoge hekken hier zien, hebben jullie al een gevoel waar ik ergens zit. Ik ga het gewoon zeggen, ik ben in het gebied van de tijgers en leeuwen. En we gaan dus nu bij de leeuw kijken. En kijk eens wat hier achter mij staat. Een tijger, jongens. Oké, okay, ik ga hier nu naar binnen toe. Dit is het binnenverblijf en hier krijgen ze dus zo meteen te eten. Hier zitten gewoon leeuwen binnen, jongens. Ik word ineens heel zenuwachtig. Daar gaan we. Oh ja, ik zie hem. Oh, hij is echt heel groot. Oh, het zijn er twee. Oh jeetje, ik word er helemaal zenuwachtig van als je dit ineens ziet. Er zitten er nog veel meer. Oh, en ze hebben zo enorm veel honger. Dus ik vind het ook wel een beetje spannend om hier te staan. Het is echt bizar hoe groot ze zijn. Jongens, ik heb besloten dat dit geen verstandig idee is. We moeten dit niet doen. En het mag niet. En het kan niet. En ik wil het niet. Ik word hier helemaal zenuwachtig van. Ik heb een plan B bedacht. Net in de kinderboerderij heb ik een koe gezien. En je zult het vast denken, Thomas, dit is heel onhandig. Ik weet het. Maar ik ga gewoon nu terug naar de kinderboerderij. We gaan die koe aaien. En die is iets groter dan de tapier. Dus we komen daarna gewoon weer hier terug. Veel werk, maar wel veiliger. Smakelijk eten. Zo, die hadden honger. Goed, wij gaan naar de koe. Nou, terwijl ik naar Pip toe loop, zou ik zeggen, neem even 3 seconden de tijd om te checken hier beneden of je al op die abonneerbutton hebt gedrukt. Oh, ik zit helemaal vast in de modder. Dit is echt heel erg. Om te checken of je al op die abonneerbutton hebt gedrukt. Zo niet, geef ik je nu 1,
2, 3 seconden de tijd. Als het goed is, is het nu gelukt. Welkom bij de Gewoon Thomas familie. Dan gaan we nu naar Pim. Dames en heren, jongens en meisjes, ik dit is een ander dier dan ik jullie wil presenteren. Dit is Pip. En Pip is een hele grote koe. Alleen Pip is er even bij gaan liggen en dat snap ik. Bij ons huis in de buurt staan heel veel van dit soort koeien. En ik ben er eigenlijk altijd een beetje bang voor. Ook van deze. Maar goed, we gaan gewoon even Pip aaien. Nou, Pip is eigenlijk heel schattig. Nou, Pip, ik vind het heel gezellig met jou, maar ik heb nog heel veel te doen, dus ik ga er nu weer vandoor. Maar het was leuk om je weer even te zien. Dag, Pip. Oké, we hebben de kinderboerderij nu weer gehad. En voordat ik terug ga naar de dierentuin, dacht ik, laten we onderweg even kijken of we een dier spotten wat weer groter is. En ik zit zelf dus te denken aan een paard. En kijk eens even waar ik nu langs rij. Nou, jongens, ik zie hier allemaal paarden. Ja, dan kan ik natuurlijk niet zomaar gaan aaien. Dus misschien moet ik gewoon even bij een huis aanbellen. Die zou wel perfect zijn om even te aaien. Nou, jongens, dit is echt geluk. Ze herkennen mij van mijn YouTube-video's. En ze zeiden ook gelijk mijn naam. En ze vroegen wat ze voor me konden doen. En ik heb het gewoon gevraagd en ik mag hier. Ja, jongens, dit is gewoon niet afgesproken. Hè. Ik mag hier gewoon een paard komen aaien. Dus laten we even doorrijden. Ik mag daar parkeren. Nou, ondertussen zijn we op het terrein van deze lieve mensen. En kijk hier, er staan hier 3 paarden. En ze gaan er nu eentje van mij halen. Zodat ik hem kan aaien. Dit is echt geweldig, jongens. Op deze manier gaat de challenge sowieso slagen. Mag ik jullie voorstellen aan dier nummer 22 voor vandaag? Dit is Lady, het paard. En Lady is groter dan Pip de koe. Zeg ik dat goed? Ja. Hallo Lady. Ik heb dier nummer 22 nu geaaid. Jij bent heel lief. Ik zou het liefst hier heel de middag met je blijven knuffelen. Maar ik moet toch echt weer door naar het volgende dier. Want we moeten de challenge vandaag nog halen. Dus als je het goed vindt, ga je weer terug. Oh, ze gaat al. Kijk, ze snapt me helemaal. We hebben helemaal een connectie. Ik ben weer terug in de dierentuin. En het is tijd om dier nummer 23 te gaan aaien. En kijk, ik ben hier natuurlijk net al geweest. En ik heb wat dieren gezien. Ik weet al welke ik wil aaien. En dat is het op één na grootste dier van de dag. Het is echt bizar hoeveel dieren ik vandaag al heb gezien. We gaan naar de kamelen. En hier staan ze. Kijk eens hoe mooi ze ook erbij staan. Ik vind het heel romantisch ook eruit zien. We gaan een kameel aaien. En kijk eens hoe knap ze ook zijn. Ik vind ze heel mooi. Ik mag jullie ook eten geven. Kijk eens. Zo, jongens, ik ben een kameel eten aan het geven. Hallo. En ik heb dier nummer 23 geaaid. Een kameel. Zo, nou, dit is wel heel bijzonder om een keer... Oh, je moet niet met al de bakken vandoor gaan. Nou, die hebben flinke trek. Nou, ondertussen zit ik na te denken wat dan dier nummer 24 zou kunnen zijn. En ik heb wel een idee. Wat is nou een van de grootste dieren hier in Nederland? Raad het maar vast, hier in de reacties. Ondertussen ben ik dus op weg naar het grootste dier wat ik vandaag ga aaien. Nummer 24. We hebben het in ieder geval gehaald binnen 24 uur. Dit dier heb ik nog nooit aangeraakt. En het is echt een droom voor mij om zo dichtbij te komen. Ik hoop dat jij het hier beneden goed had geraden. Hier achter mij staan de giraffen. En ik ga dus nu een giraf voeren. En ondertussen zou ik hem dus heel even kunnen aanraken. En dan is dat dus dier nummer 24. Maar voordat ik door dit water daar naartoe ga, zou ik zeggen, doe vast even een duimpje omhoog voor deze video. En kunstgezind eindscherm doorklikken. Nog veel meer van dit soort video's. Ik ga mijn laars aan doen. En we gaan naar de giraf. Ik vind het heel cool. Nou, ik heb weer laarzen aan. We moeten dus nu over een soort van waterbrug naar de overkant. Ja, dit is echt weer iets wat bij mij misgaat natuurlijk. Maar goed, ik ga het proberen. Daar gaan we. Nou, daar gaan we, jongens. Een giraf. Dit is echt een droom van mij die uitkomt. Dit is zo... zo, hij haalt alle bladeren eraf. Kijk eens, jongens. Daar gaan we. Hallo. Jongens, ik heb hem aangeraakt. Een giraf. Zo cool. Ik hoop dat jullie het goed zagen. Hij kwam echt eventjes snuffelen. Ik hoop dat ik lekker rook voor hem, maar hij loopt ook al weg. Dit was hem. Nummer 24. Het is me gewoon gelukt, jongens. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe nogmaals even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie en onze grote vriend de giraf gewoon volgende week dinsdag weer met een splinternieuwe video. Doei!